Vandaag staan we stil bij een heel groot woord. Dat heet betrokken. Nou, wat is de aanloop geweest naar deze bijeenkomst? Je kan natuurlijk van alles doen als er dingen misgaan in de financiële sector. Dan kun je een gedragscode opstellen. Dan kun je tuchtregels daaraan verbinden. Je kan de bankiers-eed bedenken. Je kan een maatschappelijk statuut opstellen. Maar de grote vraag is vooral, hoe gaat het van binnenuit geboren worden bij mensen die werkzaam zijn in die financiële sector en alle stakeholders daaromheen? Maar vandaag staan we bij de tweede grote filosofische uitdrukking, betrokken, zou je kunnen zeggen. Ja, wat is dat dan, betrokken? Betrokken. Ja, en ik dacht, als ik denk aan betrokken, dan denk ik aan Willemijn Verloop. Waarom? Kijk, je kan natuurlijk op allerlei manieren bij stichtingen betrokken zijn. En je kan betrokken zijn op de samenleving via de NGO-wereld. Maar het wordt natuurlijk vooral zo spannend als je op dat spannende snijvlak komt van commercie en idealen. Ik zeg wel eens, je hebt aan de ene kant Moeder Teresa. We moeten allemaal worden helemaal lief en schattig. En aan de andere kant kun je iemand zijn als Steve Jobs. En dan gaat het vooral om een mooi product maken wat zoveel mogelijk wordt afgenomen. Een soort gat tussen commercie en idealen. En het is mooi als die dingen dichter bij elkaar vallen. En ik ergens ook op dat snijvlak, denk ik, misschien wel opereert ook de bankier die dingen mogelijk maakt dat de wereld weer een beetje de goede kant op beweegt. Ik dacht aan Willemijn Verloop. Jullie kennen haar misschien en daar is ze bekend mee geworden als de oprichter van War Child. Altijd al veel meer dan alleen maar een stichting, maar echt iets wat natuurlijk tot in de haarvaten van allerlei plekken in de samenleving bekend werd. En daarna zei ze, dit is ook genoeg. Juist die twee dingen van commercie en idealen, van het ideële wereld en het industriële wereld, dat moet iets dichter bij elkaar komen. En ze startte socialenterprise.nl. Eigenlijk zei ze, je kan helemaal niet schrijven, je hebt geen school voor journalistiek gedaan. Maar volgens mij was het activistische ook een beetje, daar kwam mijn drive vandaan. Er zit toch een soort van boosheid onder. Van waarom gaan wij met elkaar om zoals we met elkaar omgaan? Waarom leven sommige mensen in bittere armoede en gooien wij hier zoveel weg? Je, er zit een heleboel, dat gevoel van een oneerlijke samenleving heb ik wel altijd heel erg gehad. Om het opgroeien in een lui-lekkerland. Blijf dit lui-lekkerland vinden, dan hebben we nog zoveel problemen in onze samenleving. Ik was 24 toen ik Word had oprichten. En dat is totaal naïef. Maar ik denk dat naïviteit soms heel goed is. Dat heb ik geleerd achteraf. Het was totaal naïef. Van, ik zag daar een probleem. Ik dacht, ik zie een oplossing. Dat gaan we gewoon doen. En dat was alleen voor de Balkan bedoeld. Nooit bedoeld als een grote internationale NGO. Dat was één project. En dat was eigenlijk precies het tegenwicht waar ik de hele dag mee bezig was met de politieke lobby. Dat was proberen om aan vrede bij te dragen. Niet door van bovenaf een oplossing op te leggen. Maar van onderop mensen bij elkaar te brengen die samen gaan bouwen. En dan precies die generatie die uiteindelijk zo'n land, die de Generation Peace moet zijn. Die met elkaar moeten leren leven. Waar het voor volwassenen vaak onmogelijk is om over hun pijn en verdriet heen te stappen van wat ze hebben meegemaakt. Is dat voor de jongste generatie makkelijker. Dat daar zit het zaadje van de groepen die je samen moet brengen voor zo'n land. En daar was ook de overtuiging, laten we dan van onderop, in plaats van bovenaf lobby, van onderop met jongeren, met middelen die ze aanspreken, zoals muziek, cultuur, creativiteit, werken, en ze samen proberen te brengen. Want dan leg je een basis aan de onderkant. Ik heb heel erg gericht vanaf het begin af aan, dat wij kunnen niet concurreren met die grote UNICEF's van de wereld. Met 3 kippen en een ei op een zolderkamer. Dus we moeten het anders doen. En we hebben heel snel het bedrijfsleven als partner uitgekozen. Met de gedachte dat die nog heel erg vies werden gevonden door een heleboel goede doelenorganisaties. Want daar werkte je echt niet mee samen. Dat is nu totaal anders, maar we hebben het nu wel over ruim 20 jaar geleden. Dus dat was. En wij dachten, ja, die hebben kennis en kunde die wij nodig hebben. Want die 3 kippen en een kei kunnen wel wat, maar die hebben lang niet over van alles verstand. Dus we moeten mensen die verstand hebben en die kunnen helpen bouwen en die geld hebben. Dus we zijn partnerships met een heleboel bedrijven aangegaan die we mede verantwoordelijk maakten ook voor het eindresultaat. Want de kracht, en daar zit betrokken wel weer in, de kracht zit er uiteindelijk in dat je mensen niet vraagt voor een opdracht voor je te doen, maar dat je de mensen zo betrekt dat ze ook bezig zijn met datzelfde eindresultaat. En dan ontstaat er ook een werkelijke betrokkenheid om dat doel te bereiken. En als je een klus doet voor een goede doelenorganisatie, als corporate, dan is die klus ook weer afgerond en is het klaar. En uiteindelijk hebben de meeste bedrijven met wie we in zee zijn gegaan, zijn nu nog steeds partner bij War Child, of hebben dat minstens 10 jaar gedaan. Uiteindelijk, nu zou je het waarschijnlijk een netwerkorganisatie noemen, maar het was toen een beetje van hoe zorgen we nou dat de mensen vinden die al die kennis en kunde hebben die wij niet hebben en die mee gaan doen. En ook wel fijn als ze dan ook nog een zak geld hebben. En daarmee was het voor mij het zaadje, de planten naar te zoeken naar die ondernemendere oplossingen die potentieel tot zo'n systemische verandering kunnen leiden.
En zo ben ik toen ik wegging bij Wordchild gaan zoeken naar waar zitten nou die partijen die nieuwe oplossingen gaan creëren voor al die problemen, niet alleen in oorlogen. En daar zie ik die ondernemers een hele belangrijke rol spelen. Maar dan de ondernemers die diezelfde ideële drive hebben als die mensen waar, van het veld waar ik al die tijd vandaan kwam. Ja. Die ondernemen om een maatschappelijk probleem op te lossen en die niet ondernemen om geld te verdienen. Ze moeten wel geld verdienen, zonder geld geen continuïteit. En kun je ook uiteindelijk die producten of diensten niet naar de markt brengen en kun je ook niet groeien. Dus ik geloof dat dat een belangrijk onderdeel ervan is. Maar de vraag is, wat doe je dan met dat geld? En bij de sociale onderneming herinvesteer je dat dan in je missie en daarmee schaal je de impact van je onderneming. Maar dat blijft altijd het middel van het doel, namelijk om iets maatschappelijks op te lossen. Nu kom je heel dicht bij social entrepreneurship. Vertel, toen stapte je uit Wordchild en dan start je social entrepreneurship. Wat is social entrepreneurship? Misschien een hele basale kwestie. Ik heb het vaker van je gehoord, maar... Nou ja, het is de definitie van je hebt een social entrepreneur, dat is gewoon een ondernemend iemand in het maatschappelijk veld. En een social enterprise, en ik richt me met name op die social enterprises, dat zijn ondernemingen die een maatschappelijk probleem oplossen. En dat is daarom, als je kijkt naar social entrepreneurship en de social enterprise beweging internationaal, dan is die al heel veel jaren in heel veel landen gaande. Nederland speelt daar eigenlijk geen enkele rol van betekenis in. We hebben heel weinig ondernemers die internationaal verhoren. Dus als je gaat zoeken, googlen op social enterprise in Nederland, komt er maar één ding naar boven. Triodos. Verder vind je niks. Omdat die eigenlijk een internationale voorlopersrol spelen in hoe je met een bank, ook gestructureerd met een stichting erboven waar de aandelen van de bank in zitten, die als primaire missie hebben het systeem in de bankaire wereld te veranderen. Dus dat is er eentje die natuurlijk voor jullie heel dichtbij ligt. En ik denk in Nederland onze claim to fame, waarin we ook, want over wat Triodos doet, wordt internationaal overal gesproken. Onder andere in Oxford is een hele social entrepreneurship academy en zo. Ja. Dus dat in het buitenland geldt dat veel meer. Zijn we ook in Oxford, je hebt INSEAD, Stanford, Harvard, Oxford. Allemaal hebben ze echt serieuze tracks voor social entrepreneurship, tot en met een full-fledged MBA in Oxford. Maar er zijn onderzoeksinstituten, het is internationaal een veel groter veld. En in Nederland zijn we nog aan het zoeken naar wat dit is en hoe het past in onze samenleving. Maar het, is het gaat gewoon over ondernemende oplossingen vinden voor maatschappelijke issues. En daarin is als je dat, nou, ik weet niet, misschien weten jullie er wel wat vanaf. Wij hebben er, inmiddels denk ik dat in Nederland de perceptie begint te groeien wat de kansen hierin liggen. En ik denk niet dat social entrepreneurs de grootste sector van de toekomst zijn. Ik denk wel dat ze een voorbeeldrol spelen en een koplopergroep zijn die andere modellen laten zien, die ons uiteindelijk wel toeleiden naar een andere economie. Maar het knappe van die social entrepreneurs vind ik dat ze het doen binnen de huidige economie. Dus als tegenzwemmers in die stroom gaan ze binnen dit systeem iets opzetten. En op het moment dat ze bewijzen dat het kan, op het moment dat ze bewijzen dat ze een probleem kunnen oplossen binnen een onderneming zit de groei in niet in hetzelfde grootste worden. Wat natuurlijk een heel erg dynamiek is van de corporate wereld. Dus we moeten groeien om zelf groot te worden. De groei van deze onderneming, niemand wil de grootste worden. Ze willen dat anderen ze gaan kopiëren. Wat natuurlijk uiteindelijk een redelijk tegengestelde drive is voor de meeste ondernemingen. Maar dat is wel hoe je impact bereikt. Dat vinden heel veel commercieel ondernemers heel ingewikkeld. Omdat de drive toch altijd is de grootste zijn. Je kan alleen blijven leven als je groeit. Anders je eat or be eaten. En hier is het uiteindelijk, it's okay to be eaten, als je model maar gekopieerd wordt en opgeschaald wordt. En daarin is het toch wel wezenlijk anders. Willemijn, jij gaat die leemte hier, wat betreft social entrepreneurship in Nederland, ben je al voor een groot deel aan het opvullen door het platform Social Entrepreneurship NL. Social Enterprise NL, ja. Social Enterprise NL. Wat wil je daar nu nog in de toekomst mee doen? Wat is daar nu de grootste stappen voor? We willen gewoon een sector bouwen. We hebben het platform opgericht en gezegd, hoe bouwen we nou een sector van sociaal ondernemers? Hoe zorgen we dat we in Nederland zien wie dit zijn? En hoe zorgen we dat die ondernemers meer kansen krijgen in de samenleving? En ik had een mazzel, omdat we veel met McKinsey, over een hele grote corporate partij eraan te spreken, hadden gewerkt. Die hebben gratis mij 4 maanden lang een team gegeven waarin we onderzocht hebben, wie zijn het nou in Nederland, die sociaal ondernemers? En wat zijn hun barrières tot groei? En op basis van dat onderzoek hebben we Social Enterprise NL opgericht en zeggen, die barrières gaan we beslechten. Dus we gaan een sector bouwen. Ik weet niet hoe je dat doet, een sector bouwen. Dat vinden we wel uit terwijl we het aan het doen zijn. Maar we moeten in ieder geval zorgen dat de financiële wereld gaat meebewegen. Daarom vind ik het ook leuk om hier te zitten. We moeten zorgen dat de onderwijswereld in Nederland mee gaat bewegen. We hebben veel meer onderwijs, onderzoek en talentontwikkeling nodig vanuit universiteiten. De overheid moet gaan meedoen. Die zijn niet noodzakelijk, maar die kunnen het waanzinnig versnellen. En we moeten die ondernemers, en dat was echt primair, die ondernemers verbinden en versnellen door ze ondersteuning te geven. En dat zijn echt de activiteiten die we doen. We hebben nu 300 van die ondernemers verbonden.
En er komen er iedere week 5 bij. En die groep groeit en groeit en groeit. En die paste hier al niet meer op deze hele verdieping. Nee, we hebben een keer hier bij elkaar gehad. En we wilden graag in een social enterprise bijeenkomen. Dus we dachten, we gaan in een nieuwe poort zitten. Maar we pasten er al niet meer in. Ja. Maar pas wel hoor, moeten we even wat meer handjes wegzetten. Heel maar even, hoe moet de financiële wereld meebewegen? Of wat jou betreft, wat is je droom daarin? Wat zou die financiële wereld kunnen doen? Wat heb je nodig? Nou, het concrete, maar daar heb ik echt 2 antwoorden op. Twee antwoorden. Het eerste antwoord is, het concreet voor de sociaal ondernemers is toegang tot kapitaal gewoon een drama. Want dat is voor ieder ondernemer een probleem, niet alleen voor een sociaal ondernemer. Maar een sociaal ondernemer wil geen double-digit rendement maken. Hij maakt een langzamere groei door, stuurt op impact en niet direct op winst. Dat zijn niet de parameters waar een bank heel vrolijk van wordt. Dus als je ze door het standaard grip haalt, als ze bij de bank komen voor of het nou werkkapitaal is of een lening is, is het 99% van de keren nee. En dan denken ze nog, bij Triodos krijgen we het toch wel? Nee, Triodos moet zijn eigen model bewijzen, zeg ik dan altijd. Als die al die risicovolle sociaal entrepreneurs binnenhalen, is dat voor hun ook niet. Die zullen ook kijken naar hoe zeker is deze investering. Dus het zijn geen zekere investeringen, want het zijn toch mensen die tegen de stroom inzwemmen en die iets proberen te veranderen. Dat gaat in sommige gevallen heel goed, maar het gaat ook fout. En het risico-appetite om ondernemers die maatschappelijke winst willen creëren te faciliteren, is bij banken gewoon heel minimaal. Willemijn, kun je het tweede punt kort doen? Want ik heb nog 1 belangrijke slotvraag voor je. Nou, het tweede punt is dat het natuurlijk uiteindelijk, dit gaat even over praktisch, over hoe zorg je. Het tweede punt gaat er bij mij om, is waar kijk je als financiële wereld naar? Wat zie je als jouw belang in de samenleving als financiële wereld? Sta je ook ten dienste van die samenleving? Als je ten dienste van die samenleving ligt, waar liggen je prioriteiten dan? De bank zelf als social enterprise. Ja, nou, niet zozeer als iedere bank zoals enterprise zou moeten zijn, maar het pure focussen op de financiële winst alleen is natuurlijk iets waar de banken bij uitstek. Ja. Dat is de core van wie ze zijn, maar daarin hoop ik dat een besef staat dat geld uiteindelijk een middel is om een bepaalde maatschappij te bouwen. En dat de rol van de banken daarbij ook heel vormend kan zijn als ze dat meenemen in de ontwikkeling van in hun lange termijn perspectief. En dat zie ik nu op een paar hele mooie uitzonderingen eigenlijk nog niet terug. Dus, maar tenslotte in algemene zin, wat merk je als je in gesprekken bent met die banken? Is er iets veranderd? Wat is nu jouw, tot slot, jouw... Nee, er is niet veel veranderd. Dat is in ieder geval niet mijn perceptie. Okay. Mijn perceptie is dat ik ongelooflijk geïnspireerde pioniers hier rondlopen binnen de banken. Betrokken mensen? Ik ben bijvoorbeeld bij de ABN AMRO Bank door Evelien Maas. Door 1 persoon die zo bevlogen was over dit onderwerp. Zij heeft me uiteindelijk die bank binnengetrokken. Zei, je moet dit samen met ABN gaan doen. Het kan echt hier. Bij Wealth Management? En dat was niet omdat ik vertrouwde dat de Raad van Bestuur dat nou zo helder zag. Maar zij zag het zo sterk. Ik geloof heel erg in die bevlogen individuen daarbinnen. Dus je ziet nu met ABN, ik ben nu 2 jaar met ze op pad. En er komen steeds meer bevlogen individuen die het willen. En dat wordt een grotere groep, maar die hebben toch wel even een groot apparaat wat ze moeten wenden. En dat vergt gewoon wel heel wat meer dan... En met het risico dat je burnt-out raakt. Want dat risico heb ik bij een aantal van die bevlogen individuen in deze sector zien gebeuren. Dat ze heel hard tegen de stroom inzwommen binnen die grote ondernemingen. De intrapreneurs, de social entrepreneurs noemen ze ook wel eens. Dat het ook een heel hoog risico van burn-out heeft. Omdat het zo moeilijk is, omdat je tegen zo'n stevige stroom in zo'n grid moet. Maar ik zie wel steeds meer van dat soort mensen in die financiële instellingen. En ik zie ook dat het naar buiten toe wordt gepercipieerd alsof de verandering wel is. Ik voel hem nog niet werkelijk terug. We gaan het polsen. Vanuit de meer vanuit mijn eigen vakgebied. Ik werk in marketingcommunicatie. En ik werk nu 2,5 jaar voor ABN AMRO. En een van de dingen die ik... En het is een punt waar ik elke keer weer op terugkom. Omdat ik zelf heel erg geloof in communicatie als iets dat je moet inrichten om te luisteren naar je omgeving. En om daar informatie op te halen en te begrijpen waar mensen het over hebben. En toen ik de bank binnenkwam zag ik dat het heel erg was gericht. En nog steeds grotendeels op vertellen. En op verkoop en op het draaien van marketing- en communicatiecampagnes om producten te verkopen. Nou, ik denk dat dat niet de betrokkenheid is die je zoekt nu op dit moment als organisatie. Dus ik zet me daar heel erg voor in om dat te veranderen. Op allerlei verschillende manieren. Dus deels die cultuurkaart, maar deels ook binnen de bank zelf. Om nieuwe voorstellen te doen van hoe kunnen we dat anders gaan inrichten. En dat gaat steeds verder. En ik ben er al een hele tijd mee bezig. Er zijn een aantal mensen die dat meehelpen. We zijn daarin ook naïef genoemd, ook op verschillende plekken. Dat gaat nooit lukken, we kunnen nooit luisteren. ABN AMRO kan niet luisteren, een organisatie dat niet in zich heeft. Het is allemaal geroepen. Maar we gaan nog steeds door. En inmiddels zie ik wel de eerste, wel een aantal dingen gebeuren die de goede kant op gaan. Weet jij van het investeringsfonds van ABN AMRO? Nee. Is dat Seed? Nee, dat heet ABN AMRO Social...
impact? Judith van Duisberg School of Finance. Jij stak je hand op bij dat gevoel van dat jong mensen en een soort boosheid om de wereld. Heel erg. Ik wist er meteen ook een film niet over. Duisberg School of Finance heeft een aantal masteropleidingen. Dat is opgericht door de sector met de vraag, wij willen hele goede risk managers. Maar toen we 5 jaar geleden startten, had ik ook wel zoiets samen met een aantal mensen van, ja, maar een vak als ethiek of een vak als duurzame finance, is dat dan niet belangrijk? Dus dat is ook in het curriculum gezet nu. Maar ik blijf ook van studenten horen, die hebben dan een jaar dat gedaan, die gaan aan het werk en zeggen, het is zo moeilijk, dat is precies wat jij zei met een systemic change. Ik wil iets als individu en ik draag dat aan en ik draag dat nog een keer aan en nog een keer en nog een keer in het bedrijf waar ik in werk. En het is gewoon heel moeilijk om er door te breken. Want je zit in een systeem en dat werkt zus en zo, dus je moet van goede huizen komen om daar ook echt een doorbraak in te maken. En mijn vraag is ook, geloof jij dat zo'n groot systeem als een bank of een verzekeraar dat kan? Of is het daar te groot voor? Tuurlijk geloof in mij dat. Nou ja, ik denk wel dat het... ik weet het niet. Het eerlijke antwoord is, ik weet het niet. Ik wil het geloven. Want uiteindelijk is er een... Maar of het van binnenuit echt kan... Ik denk dat het makkelijker is van buiten. Ik heb altijd zelf altijd gekozen om van buiten iets nieuws te bouwen dan van binnen. En dat is misschien ook, dat is eigenlijk makkelijker, want het is moeilijker van binnen te veranderen. Tegelijkertijd is het vreselijk belangrijk dat je het ook van binnenuit doet. En dat het die groep van binnenuit versterkt en vergroot wordt. Want de verandering komt ook uiteindelijk, moet die ook van twee kanten komen. Moet de druk van buiten en van binnen komen, wil dat effect hebben. We hebben er wel aan meegedaan, we zijn dat helaas niet geworden. Maar dus we zijn er wel mee bezig, maar het is ook zoeken. En ik denk ook wel dat het... dat ook onze klanten daar heel sturend in kunnen zijn. Als een klant van ons vraagt, dan moet je eigenlijk wel. Hè? Als je kijkt, wij doen ook beleggingsverzekeringen. Vroeger duurzaam beleggen, dat stond eigenlijk niet zo heel erg op de kalender. Tegenwoordig zijn er dus echt steeds meer bedrijven, mensen die echt ook wel vragen, oh, waar beleggen jullie eigenlijk in? Hoe groen is dat? Of hoe duurzaam is dat? Hanteren jullie Noorse lijsten? Kortom, goed naar je klant. Ja, dus ik denk dat die verandering van binnenuit moet komen. Maar zeker ook die druk kan van buiten afkomen. Want als onze klanten het van ons vragen, dan zullen we uiteindelijk wel moeten, als we willen overleven, zullen we die verandering wel moeten maken. Of we het leuk vinden of niet, dan moet je dat tegen de stroom in gaan zwemmen. Dankjewel. En mag ik hem dan afsluiten met een quote? Mijn favorite quote die ik jullie wil meegeven. En die is van George Bernard Shaw. Die is al 100 jaar uit, die quote. En hij zegt... Je krijgt nog wel het gedicht hè, naar die quote, dat weet je. Ja, ja, oké. Okay, ja. Hij zegt, the reasonable man adapts himself to the world. The unreasonable man persists in adapting the world to himself. Therefore, all progress depends upon the unreasonable man. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat we juist die onredelijke duwers in de samenleving of in de financiële wereld... Dat zijn wel degenen waar de vooruitgang uiteindelijk van afhangt. Dus ik hoop dat ik jullie daarmee... Hier doen we het gewoon mee. Ja, ja, heel mooi. We zetten het op het raam. Ik wil jullie straks vragen om eerst voor jezelf na te denken over 5 gedragingen die passen bij de kernwaarde betrokken. Dan gaan we daarna in groepjes, zoals we zitten aan de tafels, die opbrengst met elkaar bespreken. Dan bedenk je met het groepje samen wat de 5 beste zijn. Wat zijn eigenlijk de 5 beste gedragingen? Dan gaan we na de pauze gaan we al die gedragingen plenair inbrengen en we discussiëren of de andere groepen zich daar ook mee eens. En waarom? Stimuleren van het open gesprek en triggeren van wat ik aan het doen ben, is dat goed genoeg of moet ik daar misschien nog iets aan veranderen? Of wat doe ik goed en waar moet ik mee door?